uit de geschiedenis. Poeske, beroemd om zijn katachtige eindjump, werd 7-maal wereldkampioen zuivere snelheid tussen 32 en 47. Een waar fenomeen. Hij placht zich naar de meetings te begeven met zijn eigen sportvliegtuig. Kent de jonge generatie renners Poeske Scheres nog, vroeg Paul Bernaerts zich af voor de start van de dag. Dat is een beetje van voor mijn tijd ook. Hè? Dus ja, hij is een hele goede renner geweest. Dus voor de rest van kan ik er weinig over zeggen. Niks. Ik weet alleen dat het een pistier was en dat het waarschijnlijk een goede sprinter was. Maar voor de rest ken ik hem eigenlijk niet. Ja, dat weet ik. Toen hij 7 keer een wereldkampioen sprint geweest, zeker voor de Eerste Wereldoorlog. Dus. Pas op 70 kilometer van het einde op de kasseien van Sint-Joris-Weert breekt de wedstrijd los. Een groep van een goede 50 renners rijdt weg en begint aan de 4 plaatselijke ronde. Tijdens de beklimming van de Wijnperstraat ontsnappen 7 renners. In brokjes komen daar nog 11 renners bij. En uit die groep van 18 ontsnapt een ronde later Frank Korvers. Wat verder op de Keizersberg krijgt hij het gezelschap van Erik Dekker. Bij de achtervolgers is de ploeg van Vlaanderen 2002 sterk vertegenwoordigd. Ze werken hard voor kopman Tom Steels, maar het verschil wordt alleen maar groter. Hoewel Dekker en Korvers geven hun voorsprong weg in de laatste kilometer. Geen van beiden wil op kop naar de spurt. De achtervolgers zitten hen op de hielen, maar uiteindelijk spurten ze toch voor de bloemen. Dekker haalt het nipt van Korvers. Ploegmaat Van Bom is de eerste achtervolger. De redelijk onbekende